Laten we doorgaan met de main event. Want kijk, ik persoonlijk had wel voorspeld dat Jim zou winnen op knockout. Maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Ik dacht ook tweede ronde, maar eerste. Ik denk dat niemand had verwacht dat het eerste ronde zou zijn. Maar wat vonden jullie van de prestatie van Jim? Ja, ik vond het vanaf de eerste minuut, zal ik maar zeggen, dat ik echt dacht, oké, ze staan tegenover elkaar, want Letescu komt gewoon naar voren, dreigend, al doet hij niet zo heel veel. Hij dreigt je wel best wel naar achteren. Toen gooide Cham af tussen stoten en Letescu stond daar echt van, nou, oké, weet je, zo. Ik dacht, oeh, dit gaat kan nog best wel een interessante partij gaan worden. Dat ik denk van, nou, Letescu kan best wel zijn power handelen. Maar uiteindelijk merkte hij al heel snel de switch bij Cham, dat hij ging bewegen met zijn hoofd en dat hij ergens zijn reach kon vinden. Ja, en toen ik ineens zag dat Letescu ging zitten, ik zag die leverstoot niet eens. Ik zag natuurlijk naar die hoek, pap. En toen denk ik, hè, die hoek, die schampte natuurlijk boven zijn hoofd. Ik denk, zat die nou? En toen ineens zag ik Letescu echt onder zitten, zo kramperen. Toen dacht ik, zat er een leverstoot tussen? En toen was het echt, ja, mooie knockout. Maar weet je, wat hij heel goed deed, Jam had hem al 2-3 keer geraakt met die leverstoot voor die laatste. En wat jij zei, in de eerste minuut begon Letescu gewoon agressief vooruit. En Jam had een paar moeilijke momenten. Ja. Niet zozeer moeilijk, maar even wennen. Aanvoelen. Maar je merkte wel op een moment, Jam begon met zijn lange directe. 1, 2. Mike paste in zijn stijl. Gewoon pam, pam. 2 directe, scherpe directe. En Letescu is iemand die gewoon in de pocket vecht. Iemand die met zijn linkerhoek, rechterhoek stoot. En Letescu vecht, zijn handen zijn altijd heel hoog. Ja. Maar als jouw handen hier zijn, ben je hier open. Sta je hier open. En dat, Jam heeft heel goed gebruik daarvan gemaakt. Ja, maar je zag het ook wel echt in de eerste minuut dat Jam even zijn afstand moest zoeken. En het is meestal altijd zo. Als je net tegen iemand vecht, is de eerste minuut altijd een beetje afwachtend, zoekend. Ja. Wat gaat mijn reach zijn en dat soort dingen. En dat zag je echt in de eerste minuut. En toen dacht ik, oké, nou dit kan nog best wel een interessante wedstrijd gaan worden van beide partijen. Totdat ik echt zag van, oké, die links-rechts, inderdaad, die druk, die gaat nu steeds meer komen. En toen, gewoon die head movement. Echt mooie head movement. Ja. What is next voor Jam Caceres? Kromme. Ja. Kromme? Ja. En de winnaar daarvan voor de titel? Kijk, ik denk sowieso als Jam de kans krijgt om voor de titel te gaan, zou hij het doen. Ja. Ook Mike Canada, zou hij het doen. Alleen ik denk niet dat Cham zo snel moet gaan. Okay. Hij heeft een prachtige debuut gehad tegen Amin. Echt prachtig. Ik bedoel, Amin ging net weg bij Mike. Cham komt net bij ons. Ja, klopt. En die slaat Amin knock-out. Ja. Nu, deze partij, even last minute, toch tegen Letescu. Is toch anders. Al train je misschien niet anders, het gaat toch in je hoofd spelen. Toch een andere tegenstander. Nou, weer een prachtige tweede partij. Ik bedoel, hij zei ook van, ben maar een one-man show met mijn knockouts. En dat had hij namelijk na zijn partij ook gezegd van, hier, ik laat het toch wel even zien dat mijn stoten er zijn. Dus ik denk niet, ik breng hem niet te snel. Nee, inderdaad. Okay. Ik zou hem ook, ik geef hem nog 2. Dat zou wel een mooie partij. Ja, daarom. En Kromma moet ook. Ja. Kromma, zijn zelfvertrouwen zit er ergens in de lucht. Zeker. Volgens mij zit hij nu nog op de wolken. Ik het wel. Aan dansen met zijn masker op. Echt waar. Dus ik denk gewoon, als hij nu tegen Cham moet, dan is het weer mijn mening. Ik ben sowieso dan voor Cham, maar dat is logisch. Maar ik denk wel echt een hele leuke partij. Wat je al zei, Kromma is bewegelijk. Ja. Cham is statisch sterk. En gewoon power. Ik bedoel, Kromma heeft het ook laten zien dat hij power stoten heeft in zijn huis. Nou, dan zou ik echt wel deze wedstrijd willen zien. Hoe gaat Kromma dan om met iemand die je kan dreigen in een hoek of ook bewegelijk met zijn head movement is? En hoe gaat Cham om met iemand die wat bewegelijker is dan iemand dan Amin en Letescu? Want die zijn allebei best wel vooruit en statisch. Dus precies, nou, dat lijkt me een hele mooie match-up. Eigenlijk had die wedstrijd plaats moeten vinden. Ja. Dus waarom niet nu? Jam Caceres tegen Mori Kromme lijkt me echt een mooie partij. Laatste vraag. Mori Kromme en Jam Caceres. Zijn dat de toekomstige grote namen, sterren in de licht zwaargewicht divisie? Ik vind van wel. Ik denk dat, natuurlijk moeten we nog wat meer zien van hun, van allebei. Maar ik ben van mening van wel. Ja, maar breng ze niet te snel. Nee, niet te snel inderdaad. Want je wilt niet dat het een beetje gaat, net als die van Motor Chassis, die ook weer voor de belt gaat. En dan, weet je,
gelijk een, ik zeg maar wat, gewoon gelijk een lospartij op zijn naam heeft. Want nu heeft hij ook een onnodige los op zijn record. Ja. Maar goed, buiten dat, ze moeten gewoon inderdaad niet te snel gaan. Gewoon alleen, ik zeg een paar je wel. Partijen en gewoon, weet je, bouw het gewoon rustig op. Zeker, alleen als je wel de kans krijgt voor de titel. Je dan kan je niet afwijzen. Je bent een vechter, je gaat niet zeggen nee, nee, klopt. Ik ga niet. En je bent een vechter en daar, de titel is je doel, is je goal. Ja. Dus uiteindelijk als je eenmaal die kans krijgt, eigenlijk moet je dan iemand hebben van nee, 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 dat gaan we niet doen. Want dat wordt, is net als met MMA en met UFC zo, dan worden ze best wel geleidelijk gebracht. Dat zie je, ze worden niet meteen in het diepe gegooid. Maar ja, het is, ik zou echt jammer vinden als Cem meteen... Voor de titel gaat. Ja, maar ja, nu ook, hij wordt wel heel snel tegen. Want niemand had het, heel veel hadden dit niet verwacht hoor. Nee. Iedereen had verwacht dat Cem knock-out zou gaan. Klopt. Dat zag ik, want ik ging naar de weigh-ins, of althans kijken. En dan heb je toch daarnaast, bij de live stream, heb je toch die chat. Nou, alle Turkse fans waren helemaal... Natuurlijk voor Cem. Maar je zag ook echt veel dat ze zeggen... deze man gaat knock-out. Dat is een andere level. Ja. Allebei, weet je. En Caceres en Mori Krom hebben ons verbaasd. Of, ja, niet verbaasd, maar ze hebben het supergoed gedaan. Ja. En ik zie die twee als de twee toekomstige uitdagers voor de titel. Zeker, ik zie hem zeker. Echt. Allebei zijn ontzettend, ontzettend gevaarlijk. En Mori heeft ook Abena uitgedaagd. Ja. Toen Abena daar naast de ring zat. Ja, klopt. Dus dat is... Dat doet hij fantastisch, Mori Kroma. Maar zeker, goed. Maar laat eerst Cem tegen Kroma. Dat zou ik een mooie partij vinden. Zeker, ja. En misschien daarvan de winnaar misschien tegen Tariq. Ja, of misschien de winnaar daarvan zeker. Tegen de verliezer van Abena en Tariq. Dus Abena tegen Tariq voor de titel. Ja. De verliezer daarvan tegen de winnaar van Mori en Cem. En dat dan lijkt... daar dan de winnaar tegen de kampioen. Precies, ja. Maar goed, wij hebben heel lang gesproken over, zeker, Glory, 9, ja. Over Glory 94... We zijn heel tevreden met de wedstrijden die wij gisteren zagen. Een hele leuke avond gehad. Het was een hele leuke avond. We gaan nu door met onze volgende rubriek. Ja mensen, knockout van de week. We gaan door met onze volgende rubriek. Cem Caceres tegen Letesco. Die leverstoot van Caceres is onze knockout van de week. Wij zien hem op het scherm. We gaan nu heel goed zien wat Cem deed. Het begon... Even kijken nog een keer. Maar jullie zien het. Het was zo'n zware stoot dat Letesco... Hij wilde opstaan, maar hij kon niet opstaan. Hij was... Het is wel een leverstoot. Heb je hem ooit zelf gehad? Die heb ik wel gehad, Het is altijd 2 seconden later. Je denkt eerst... En dan ineens... Precies. Krompeert je lichaam. En na 8, 9 tellen... Of eigenlijk na 10 seconden... Kan je weer ademen. Maar dan ben je gewoon te laat voor die 8 tellen. En dat is het. Die leverstoten van Cem... Ook tegen Mohamed Amin waren ze heel effectief. Maar je ziet hoe hij zijn lichaam erin zet. Het is gewoon... Het is net als een bokser. Hij gooit gewoon zijn hele lichaam erin. Hij plaatst hem zo goed, zo netjes, zo scherp. Precies op de lever van de tegenstander. En ook al ben jij een topvechter als Letesco. Hier kan je niet van opstaan. Nee, en hij was ook niet rond. Het was ook echt van hem af. Omhoog, precies. Omhoog, echt als een mestape. Boom, zo erin. Ja, was echt, ja, mooi. En dat is heel belangrijk. Als je een leverstoot gooit, omhoog. Je wilt juist omhoog. Met de knokkels omhoog. Dus dat is heel belangrijk. Dat heeft hij supergoed gedaan. En mensen, natuurlijk. Wij zijn heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie van deze knockout? Schrijf het in de comments. Laat het weten in de comments. Of welke hun... Een mooie knockout vonden van gisteren. Ja, welke was... Misschien denken jullie dat het een andere knockout was die beter was. Hè? Natuurlijk, dat kan ook. Maar ik vind het heel belangrijk om te zeggen, zoals jullie zien, ik draag mijn knockout shirtje vandaag. Wij hebben 35% korting op de broekjes bij Knockout Sportwear, bij de winkel. Dus zorg ervoor dat je gaat bestellen. Zorg ervoor dat je de winkel gaat bezoeken. De winkel is nu op een nieuwe locatie, nog steeds in Groningen, Damsterdiep. Dus bezoek de winkel. Topkwaliteit producten. Zeker. Je hebt er van alles en ik meen het. Wat ik altijd zeg, ik draag het altijd, net als vandaag. Je was er laatst ook, hè? Zag ik. Ik kwam Sharon tegen en kijk, ik draag de kleding. Ik vind het heel mooi, het voelt heel strak, heel netjes. Maar als je handschoenen wilt kopen, scheenbeschermers, bandages, alles, letterlijk, noem maar op. En mijn handschoenen, je hebt van alles voor elke leeftijd. Dus bezoek de winkel. Bestel online als je dat wil. Dus ja mensen, wij hebben het over knockout gehad. Onze sponsor die hele mooie artikelen kan aanbieden.
Maar we hebben het natuurlijk over Glory 94 gehad. Hebben jullie plezier gehad vandaag? Zeker. Ja, zeker. Mooie terugblik, toch? Ja. En ik bedoel, ik heb genoten van de wedstrijden en daarom sta ik hier helemaal vrolijk. Dat ik echt heb genoten van alle wedstrijden. Ja, en bedoel, mijn team heeft gewonnen, dus ja. Dat kan niet. Ja, maar ja, kijk, voor jou is het nog leuker om naar wedstrijden te kijken, want veel van jouw teamgenoten vechten. Ja, maar ook gewoon, als mijn team moet vechten, ben ik echt zenuwachtig. Ja. En ze zeiden dat ook bij me thuis van... Zijn ze nou zenuwachtig? Ik denk dat ik zenuwachtiger ben dan hun. Maar ja, ik heb echt genoten. Ja. Ik ben blij dat ze hebben gewonnen. Betekent dat Mike ook lekker een stuk vrolijker is deze week. Sorry Mike. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Ja, ja, ik heb genoten. Mooi. Wat vond jij, Shane, laatste woorden, wat vond jij van Glory 94? Ja, het was een hele mooie gala. Ik heb genoten. Echt waar. Het was het kijken waard. Ja, en hoe vond je, heb je de ster dan gezien? Zie ik dat echt, Tijani? Ja. Mooi, intens. Ja, netjes. Er komt natuurlijk nog een andere Glory tussendoor in Kroatië. Levi tegen Bagram. Ja. Maar hoe vond je de ster dan? Ja, ik vond het intens en ik vind dat ze... Maar kijk, wel echt respectvol, maar wel intens. Je zag echt dat ze er zin in hebben. Precies, maar kijk, Tijani wil het heel graag. Alleen Chico wil het ook net zo graag. Ik vond het een heel leuk stukje dat Tijani natuurlijk zei... Double champ, I'm gonna show it. Mm. I showed it every time, he got holes. Toen zei Tijani ook van... I'm gonna show it again, bla bla bla. En toen zei hij ook van, ja, Chico, he's got holes in his game. En toen zei Chico ook van, they told me this before, I got holes in my game. But I proved them wrong, again and again. En ik zag echt toen op dat moment dat Chico helemaal aan het opladen was. En toen zegt die stare down hadden, echt ook dichtbij. Toen dacht ik, oh, is nu niemand maar even... Mm. Maar ik vond een hele leuke stare down. Ja, ik heb echt zin in die wedstrijd. Ik ga er zelf ook heen, maar... We allemaal hebben gezien in die wedstrijd. We allemaal hebben gezien in de aankomende Glory 95 in Kroatië. Alle mensen in de comments, alsjeblieft. Laat weten wat je vond van Glory 94. Laat weten wat je van ons vindt. Wees kritisch. We accepteren haat. We accepteren alles. Wat misschien beter kunnen, worden wij alleen maar beter. Maar alle opmerkingen worden gewaardeerd omdat wij dit groter willen maken. Vergeet niet, laat weten wat je ervan vond. Ja. Wees actief in de comments. Deel op sociale media. Vergeet niet om in jezelf te geloven. Warrior Code te volgen. En sky is the limit for Warrior Code. Oes. Dank je. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. En leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.